Mijn naam is Lars Kiewiet. Ik ben algemeen directeur van Dutch Card Printing, DCP. Het unieke van het merk Sato is dat zij een portfolio hebben met onder andere ook machines waar je UHF en HF mee kan printen en kan programmeren. Ik ben Harold Rotgers, marketingmanager bij DCP. Een van onze leveranciers op etikettengebied en labelprinters is Sato. En Sato is eigenlijk ook een bijzondere speler op de markt die er net als wij voor kiezen niet per se voor het grootste en het meeste te gaan, maar voor het beste. De machines van Sato die kun je zelf developen, ontwikkelen. De software die erin zit maakt het mogelijk om precies op klantniveau schermen op te bouwen, labels uit te kunnen laten printen zoals de klant dat wil. Daarvoor moet je gecertificeerd zijn. DCP is door Sato getraind in het schrijven van applicaties voor deze type printers. En met dat voordeel kunnen wij die klant alles bieden wat hij of zij nodig heeft. Als je kijkt naar de type printers die beschikbaar zijn in het portfolio, dan springt er één machine heel duidelijk uit. Dat is een Sato FX3 machine. Die is heel goed geschikt voor de foodmarkt, waarin etiketering ontzettend belangrijk is. Dat het etiket klopt met de ingrediënten die erin staan, bijvoorbeeld THT-datum. En dat is een proces wat elke dag bij de klant moet gebeuren. En dat is een proces wat zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden voor de kok of voor de medewerkers in het bedrijf. En juist die Sato FX3 die is daar uitermate geschikt voor. Wij kunnen die machine zodanig programmeren dat het voor de gebruiker met twee klikken een mooi label heeft. Die gegarandeerd klopt. Het merk Sato heeft een eigen centrale voorraadpositie in Europa. En dat betekent dat de lijntjes redelijk kort zijn. Maar voor de hardlopers heeft DCP altijd en de labels en de machines op voorraad. Dus als een klant een acuut probleem heeft, dan kunnen wij 9 van de 10 direct uit voorraad leveren. En met het merk Sato hebben we nu ook een gecertificeerd servicepartnerschap. Dat betekent dat wij alle reparaties mogen uitvoeren en alle kennis en kunde hebben om dat te kunnen uitvoeren. Het voorbeeld van een servicecontract is dat we ook een helpdesk hebben. Wat betekent helpdesk? Telefonische ondersteuning op het moment dat jij het nodig bent. We hebben altijd medewerkers klaarzitten die als jij een vraag hebt over je printer, je komt er niet uit, het doet het niet, dan bel je ons en wij lossen dat per direct op. Als je kijkt naar het merk Sato, dan vind ik bij Sato juist die intensieve samenwerking erg interessant en ook de welwillendheid om dat samen op te pakken. Een mooi voorbeeld is dat we gezamenlijk naar een vakbeurs zijn geweest. Dus dan staat Sato samen met DCP vanuit het kennisvakgebied, het merk en de marktkennis van DCP staat samen voor het merk. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe een fabrikant, een merkfabrikant, kan samenwerken met een partner. En dat geeft heel veel toegevoegde waarde.